can tell you. Shareholders is very happy. Do what you wanna do now. I can tell you. Goedendag, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Nacho Dream Journal. Het is episode 5 en vandaag weer aardig wat informatie over onze nationale selectie. De wedstrijd is afgewerkt in Aruba, maar voordat we naar die mooie beelden gaan kijken, hebben we heel veel nieuws. Welkom terug. De Nacho Dream Journal, powered by Telesuur en Heineken 0.0. En Likwaisabi, Serenang, Nakaroko, vaarlijk mooi. En we laten u wat sfeerbeelden zien. Er zijn een aantal Serenamangs daar geweest om Nacho te poweren. Niet alleen van Suriname uit, maar ook toen Serenamang bij de in-states. En voedrapen uit de Go Power Nacho. En we laten u een bekende Surinamer zien. En zij had één woordje te richten naar Nacho. Doe het. Oké, ja sta. Uno max flow. Trena gore. Zet die basis. Allemaal en niet voor je tambo. One hour mission. Un complete mission. Serieus. Ano comedy show. We sort team. We sort kondre go ready for we need a Joe. Joe. Nacho. Nacho. We are baby in Nacho. 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 We are baby in Nacho. 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 We are baby in Nacho. 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 We are baby in Nacho. Madame Bad. Psycho. Oui. Me a baby in Nacho. The boy do the best. And when she talk, I go. Support the boy so neat. Why so? Why so? Nacho. We should be gone. De wedstrijd gaat beginnen. We zijn allemaal verwachtingsvol, maar we zijn zeker. Serenang Mini, Nacho, doen jullie je best. We zijn hier op het podium en Serenang kijken jullie. We kraken Serenang Mini. Al voordat we wat Serenamangs hadden in het stadion, hadden we ook een aantal Serenamangs hier. Ja, staan bij Zdonwakta Play en de man bij de ready. En waf de man bij de opa. Maar, ano zomaar, we met Yushi opa. Opa bij ab deskundig naar een top advies gedien. En ik denk dat kan dat beleven van bijdrage ook toe, dat unak Aruba. Hallo? Dien, koffie met opa. Misdaan hij padja, hij beeflek wat blad aan Jersa en aan bondscoach. Heren, hoe gaat het daar? Oh, oké, waar ben je? Bakka! Hier die je nyang, hallo. Wat voor contract heb je? Eet contract? Oké. Maar heren, hoe was de voorbereiding? Boom! Goed zo. Wat voor weer heb je daar in Amerika? Ezel, hagel, sneeuw of gewoon winter? Huh? Hey, no love me. Hier en no jongen. Tegen de jongens dappen. We duimen voor ze hier.
We krijgen. Ja. Om je niet denken aan play-off. Want die mini. 4-0. Oké. Boom. Succes. Oké. Doei. Jeer. Aruba. We vernietigen het ding. En ik moet die brengen tegen. Kijk. Het is zand versus steen. Want Aruba is zo stom. Niks negro dappen. Hier is vruchtbaar tegenover onvruchtbaar. Ze nou wie zijn poti egro. Hier. Nou, een man kon praten van stoon ja een jaar ding. Dat stoon gro kon bigi. Dat uteka stoon dat go poti nase. En dat dekar Aruba. Dus we winnen de hoeri. Want de na vitamine, maar de jongens voelen op vitamine. Sernang. Sernang. Klaar daar. Qatar. Sherry Josephson en Biseswar die waren in de eerste wedstrijd tegen de Cayman Islands. De man op de Sherry Nanga Josephson begon rechtstreeks naar States. En Dean kon gebruik van ze maken. Maar Koluku opstellen even voor Swogon naar Apply. Koluku opstelling zal Dean bepotten. Nou, na een zware, vermoeiende reis zijn we uiteindelijk aangekomen dag van de wedstrijd. We hebben net gegeten en de samenstelling van het team heb ik al gemaakt en ziet er als volgt uit. Warner Haan, keeper. Rechtsback, Damir Dankelui. In het centrum heb je Abinna samen met Ryan Donk, onze captain. Linksback, Shaquille Pinas. Op het middenveld, Kelvin Leerdam. Diego Biseswar en Tjano Sherry. Vanaf links naar rechts de drie spitsen. Nigel Hasselbank, Cleofilio Fleiter en onze grote vriend Florian Josephson. Hoe ik gisteren naar de training heb gekeken, verwacht ik toch wel spektakel. En laten we hopen dat die jongens het op veld vandaag kunnen laten zien. En ik vijf bij Dean hoopte op een waar spektakel. Koluku Sapsai in a play. Smooth little touch there. Well worked through the midfield between Leerdam and Biseswar. And then the goal by Nigel Hasselbank. Fantastic connection in tight quarters there between Biseswar, Leerdam and Hasselbank. Look at this pass there by Biseswar. And then to Leerdam. And Hasselbank finishes like his uncle used to. I think you can hear the bench of Aruba saying, watch out for Ryan Donk. You know how lethal he can be with his head. It's going to be a goal for Suriname. But by all indications, yep, they gave the goal to Ryan Donk. Actually, looks more like an own goal. Of Francois Boyce. Right side, Yusuf Soon. For Leiter. Black heel flick. The shot! Hasselbank, it falls for Nigel Hasselbank, and he has a brace. 3-0 for Suriname. Yusuf Soon, this ball filters through. There's a touch there. Through the middle. It is 3-0 for Suriname. Speaking of danger, Biseswar inside! Goal! Hasselbank finally gets his hat trick to make it 4-0 for Suriname. Biseswar down that left side with plenty of space. And Hasselbank, and he slides in for maybe the easiest goal he has scored today. Diego Biseswar with the assist. 4-0 for Suriname. They continue to dominate here at the IMG Academy in Bradenton, Florida. Ron Cherry. Left-footed service. It's going to fall. They turn the shot and it goes in. And Florian Josephson picks up his goal to make it 5-0 for Suriname in the 70th minute. Well, give credit to Mayenti Abena for winning the header. And then it falls for Josephson. 5-0 at this point. There's a turn to shot. Oh!
A spectacular golazo from long range. And it's Miguel Darsen that puts it over the line into the back of the net for Suriname's sixth goal. A rocket shot. Great technique to keep the shot down. Abdul got a touch onto it. Miguel Darsen. And ladies and gentlemen, that will do it from the IMG Academy. A dominant performance from start to finish, from the opening whistle to the final whistle. Gefeliciteerd, Dean. Hoe heb je kunnen voorbereiden? Met Joseph zo erbij, Sherry en Biseswar. Nou, eigenlijk dezelfde manier als we die andere jongens hebben voorbereid. We hebben een uur met ze kunnen trainen. Is niet veel, maar we hebben het beste eruit gehaald. En uiteindelijk moet je het doen met het korte periode. Hoe voelt het aan om van Stanley Mens te winnen? En wat zei hij tegen jou of jij tegen hem na de wedstrijd? Nou, ik heb niet echt het gevoel dat ik tegen Stanley Mens speelde. We speelden tegen Aruba. Dat is voor mij belangrijk. We hebben even gesproken over de teams van elkaar, hè. En de doelstellingen. Zijn doelstellingen is niet het WK halen of de eindronde halen. Bij ons is dat wel. Maar het was meer succeswensen en gefelicitaties gewoon. Heb je na deze twee wedstrijden de balans al gevonden? Of moet je nog sleutelen? Zo ja, waar moet je hard aan werken? Nou ja, kijk, het balans ga je niet zomaar 1, 2, 3 vinden. En het sleutelen blijf je ook natuurlijk doen. Dus ik denk dat het een ongoing proces is. We zijn nu, we hebben 2 dagen precies kunnen trainen, 2 uurtjes. En 2 wedstrijden gespeeld. We moeten ons nu focussen op die 2 wedstrijden in juni. En hopelijk het trainingskamp voordat we de wedstrijd weer gaan. Dus er wordt nog aangesleuteld. Ik moet me even verontschuldigen voor het geluid. Maar ben je tevreden met het geleverde spel? Nou, als je gaat kijken naar de tijd die we met elkaar hebben doorgebracht, kunnen we zeker niet ontevreden zijn. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Alleen een score, alleen nog, hè. De bal moet in het net komen. Dat makkelijk dubbele cijfers kunnen zijn. En let Faisabi, er zijn een aantal Surinamers in het buitenland, waaronder Nederland. Bij ook toe een boom biggie groep, Debaka Nacho en one of them dat naar Frans Pinas. Voor Radio Stamvast. Ook dat kan dat ook toe. Van Asfer dat is dong. Of zaptak Frans bij Pleja. Bij Kip ook toe Guy Robinhood. En Kip ook toe in Nacho Jeugd. En ook samen precies over Atoris dong. Van de Maeshi Asa van Nacho in Libi. Na in Tata Kondre. Ai, Ashwin, dankjewel. Hoe is het daar? Goed. Nou, wat moet ik zeggen? Het was voor mij een soort onbeschrijfelijk gevoel. Hè? Wat je dan voelt. Om als Surinamers Nacho te zien opkomen op het veld. Ja, dat zien we niet zo snel. We zijn opgegroeid met, als je Suriname woont, dan Brazilië. Als je Nederland woont, dan Oranje. Weet je, dus we hadden bijna nooit eigen team. Dus nu is dat het moment. Waarschijnlijk is het een team dat heel veel gaat reiken, dat gaat komen, dat die kans is groot. Want ik vind dat zij jongens hebben die ook in Jong Oranje naam gemaakt hebben, goede spelers. En het vervulde mij met trots om Nacho te zien opkomen op het veld. Dat is heel mooi. Je voelt je trots als Surinamer en ja, dat is gewoon... is onbeschrijfelijk. Iedereen vond het leuk. Er wordt hier veel onderling geappt of gemaild of wat dan ook. Van, hey, hoe laat begint die wedstrijd van Nacho? Is er een link? Waar kan ik die wedstrijd zien? Al die dingen kwamen voorbij. Dus, ja, ik heb zelf gevoetbald. Ja, ik heb jarenlang voor Robin Hood gespeeld. Ik ben eerst begonnen bij een club. Ik dacht Lions, Platoer. Later naar Santos, Keizerstraat. En toen ben ik geschoten door Binoud. Ik heb 4-5 jaar voor Binoud gespeeld in de hoofdklasse Suriname. Ik heb Olympische selectie gehaald. Ik ben een paar keren mee geweest met de nationale selectie als tweede keeper. En het was een goede tijd. En ik kan ervan praten omdat ik juist in die periode
zag ik hoe goed Suriname toen al was. Wij waren goed, waren beter dan Trinidad, Jamaica, Guyana, Grenada, Panama. Weet je, dat zijn landen die later op WK zijn komen te verschijnen. Denk je, ja, waar is het misgaan in Suriname? Ik denk, Suriname heeft ergens de slag gemist. En we zijn nu bezig met dat inhaalslag. Want vroeger, in mijn tijd, dan was het alleen moeilijk als wij naar Midden-Amerika moeten. Dus de landen in Midden-Amerika, Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Amerika. Daar waren die landen, dan had je het moeilijk. Maar heel CONCACAF, dat was van ons, man. De Trinidad en zo telden wij niet. Maar Soca Boys zijn op WK geweest. Jamaica telden wij niet. Jamaica is Reggae Boys, die zijn ook op een WK verschenen. Dat komt omdat zij ook het belang zien. Ze zien het belang in van diaspora. Dus zij nemen mensen met Jamaicaanse roots of Trinidadiaanse roots die in grotere en betere competities spelen. En die worden allemaal in de selectie opgenomen. En daardoor konden zij zich kwalificeren. Suriname is wat dat betreft heel laat hoor. Het is al jaren zo dat spelers met roots, die met een bepaalde afkomst, die mogen kiezen. Suriname kan sowieso een groot mag worden in de CONCACAF. We waren al in een groot macht. Voor mijn tijd hoor, in die tijd van, volgens de overlevering, in die tijd van André Kamperveen. Zelf nog een foto, iconische foto van een Suriname team, Suriname elftal, met de Suriname vlag op de borst. Ik dacht een wit shirt, dat stond Miller op, Zibeda, ik weet niet, Errol, de Mees. Ollenberg, ik moet die foto zien, maar dat was in die tijd dat Suriname toen al progressie maakte en heel goed meedeed en tegenstond. En gewoon de baas was in de CONCACAF, dus ik geloof, Bribi Letzereman, dat hij de Mina krijgt. Ik bedoel dat ze nou iets gaat doen in de CONCACAF, zo'n in elkaar komt, zeker, dat geloof ik wel. Pras Pinas, wanser namang sa epotroko na trasena radio Stafaste en amasa Baltori ook tu. Ata makib jagi Robin Hood onder andere en ook tu Nacho Jeugd, aman bede. Wij zijn gekomen aan het einde van deze editie van de Nacho Dream Journal. Maar voor Sutapu, saptak 4 juni, we plein naar Aruba Ja. In Sernan, Koutan Power Nacho, want aplei dat een win ook tu. En 8 juni tegen Canada. Dat ode wan falk bigi plegi unu, omdat Doro atra ronde en. Winsva, omtek den punt. Dus Koutan Power Sernan, Koutan share den vragen op social media en Koutan ook toe. Power de Sernan zal de intra kondre, omdat na one vraga, one kondre, one nacho. En zo ben ik gekomen aan het einde van deze aflevering van de Nacho Dream Journal, powered by Heineken 0,0 naar Telesuur. Eigenlijk is naar de kleur voor Aruba, maar no, het idee naar Telesuur. Een fijne avond, tot de volgende keer. We mogen niet klagen, het is lekker weer. Zon schijnt. Nee, opa. Zon schijnt. Het is gewoon lekker, geen winter. Het is warm. Ja, opa. Ja, opa. 5-0, opa. 4-0. 4-0.